Welkom bij Terug naar Toen. Naar het Openluchtmuseum toe gaan is altijd een feest. Maar toen het 1-jarige bestaan werd gevierd, was het een heel Arnhemfeest. Een grote optocht. Wij nemen u graag mee terug naar die tijd van toen. In 1919 werd het Openluchtmuseum, dat een jaar eerder werd opgericht, opengesteld voor het publiek. Om deze opening extra aandacht te geven, wordt een vaderlands historisch volksfeest gehouden met veel festiviteiten. Heel Arnhem is aanwezig om niets te missen van de historische optocht door de stad. Urke vissers meren aan de Rijnkade, want bij een historische optocht hoort veel folklore. De Urke vissers van Varen en een groep Markense vrouwen gaan voorop bij de optocht over het Willemsplein. Na de optocht trekt het gezelschap naar de Waterberg waar het museum ligt. In het Openluchtmuseum is onder andere een huis uit Marken te zien. Het lied Ik heb mijn wagen volgeladen past bij deze beelden. Het zit vol met Friese vrouwen in traditioneel kostuum. In het toen nog bestaande openluchttheater werd voor veel aanwezigen een Markense bruiloft nagespeeld. Traditiegetrouw lepelen alle aanwezigen aan de bruiloftsdis een paar happen advocaat uit een schaal. Geen wonder dat daarna de sfeer ineens veel uitgenatener werd. Er werd voor het bruidspaar gedanst en gezongen tot groot enthousiasme van het Arnhemse publiek. Tot zover deze aflevering van Terug naar Toen. Volgende week meer.